En de CBOP-commissie heeft gisteren een presentatie over de ecologie en genetica van het CBOP-kanaal in het kustgebied van Suriname bijgewoond. De presentatie is verzorgd door Thomas Kerkhoven, onderzoeker-researcher van de Gent University, op initiatief van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dat maakt het Nationaal Informatieinstituut bekend in een persbericht. De CBOP-commissie bestaat uit leden van het ministerie van LVV, Heiploeg Suriname NV, Seel, Artisanale Visserij, Namona NV en de Kustwacht. De CBOP-kanaal bezet de eerste plaats op de internationale markt als het aankomt op garnalensoorten. De sector biedt in Suriname aan meer dan 1000 arbeiders een bestaanszekerheid. Een van de belangrijkste doelen van het ministerie is om de visserijsector duurzaam te ontwikkelen. De garnalenvangst is onderdeel daarvan. Voor minister Rabin Permisser is naast de informatievoorziening ook belangrijk dat de illegaliteit in deze sector wordt tegengegaan. Er wordt hierover gesprekken gevoerd met de Internationale Maritieme Organisatie om dit probleem duurzaam op te lossen.